Het is een verhaal dat aan de ribben blijft kleven. Dat van Raoul, een jongetje van 9 dat vorige week donderdag dood werd teruggevonden in het houtdok in Gent. Er blijven nog veel vragen over de dood van de 9-jarige Raoul. Hij woonde samen met zijn zus, moeder en stiefvader in een pand langs de drukke Afrikalaan in Gent. Verscholen achter een bruine poort in een klein achtergebouw. Raoul zou hier om het leven zijn gebracht, eind januari al. Maar de feiten kwamen pas vorige week aan het licht nadat zijn lichaam gevonden werd in het houtdok in Gent. Een wetsdokter onderzoekt de doodsoorzaak. Over wie welk aandeel had in de feiten, kan het gerecht voorlopig nog niet veel kwijt. Valérie van Peel, nog altijd Kamerlid voor N-VA, maar ook auteur van een boek over leven met getuigenissen van slachtoffers van kindermisbruik en kindermishandeling. Klopt. Vele mensen schrikken van dit verhaal, u niet. Nee, en ik ben het eigenlijk beu dat we schrikken. Ik en niet alleen ik, vele hulpverleners met mij zeggen al jaren hoe vaak het voorkomt. Het gaat over 1 op 10 van onze kinderen. 1 op 10 van de kinderen groeit op met mishandeling of misbruik, meestal binnen het gezin. Dat zijn er gemiddeld 2 per klas. En elke keer opnieuw, als er een verhaal naar boven komt waar het helemaal fataal is afgelopen, schrikken we. Gaan we ons daarop fixeren? Gaat vooral iedereen, hulpverlening en omgeving, de paraplu trekken van waarom dat ze dit niet hadden kunnen zien? Ja. Terwijl we vandaag moeten stilstaan op dit moment bij de honderden, duizenden kinderen die op dit moment even erge dingen meemaken. 1 op de 10? Dat is 1 op de 10. Ja, laat het eens een keer. Ik wil het deze uitzending 100 keer zeggen, want ik zou eens graag hebben dat mensen daar wakker in worden. Als ik vandaag de leraar van Raoul in een reactie hoor zeggen, laat ik om te beginnen wel even stellen dat dit een heel uitzonderlijke en waarschijnlijk alleenstaand geval is, dan denk ik, bestaan er echt nog pedagogen die niet weten wat de cijfers zijn? Met andere woorden, hoe lang gaan wij nog blind blijven voor de hulpvraag van heel veel kinderen? Ja, maar we kennen nog niet het hele verhaal in details, want er wordt enorm veel gezwegen op dit moment in Gent. Maar hoe had dit vermeden kunnen worden? Wat had hier kunnen gebeuren? Maar het gaat er vooral over dat de reflex weer fout is. Hè? Je kunt niet elk dossier zal ooit voorkomen kunnen worden. En dit dossier had een paar uitzonderlijkheden. Uh-huh. Bijvoorbeeld, het waren mensen die heel hard onder de radar konden leven. Hè? Dat is inderdaad een uitzonderlijk geval. Maar dan nog, ik ben ervan overtuigd, en trouwens, het is eigenlijk gewoon ongegeneerd in het nieuws geweest, dat er mensen op de hoogte waren. Als een buur kan komen vertellen dat hij het letterlijk heeft zien gebeuren, dan zou ik die persoon door de tv willen trekken. Buurman heeft in de pers getuigd dat de moeder ook agressief was tegen Absoluut. De jongen. Bij de scholen zijn er dingen opgemerkt. Er is gewoon niet op doorgegaan. En dat is wat de scholen, de jongen is een paar maanden naar school geweest en dan heeft de moeder gezegd dat ze teruggingen naar Roemenië. Uit het verhaal van de leerkracht blijkt dat het kind geregeld zonder eten naar school kwam, met blauwe plekken, dat het niet zich wou uitkleden bij het zwemmen. Als dan niet meer voldoende signalen zijn in de maatschappij van vandaag, waar we allemaal moeten wakker zijn van wat er met zoveel kinderen gebeurt, zeker als je met kinderen werkt, om iets door te vragen, om iets door te kijken, om verantwoordelijkheid te nemen, dan hebben wij een gigantisch probleem. Ik heb 20 jaar geleden als journalist een rechtszaak opgevolgd van baby Xena. Die is 7 maanden aan een stuk doodgefolterd, letterlijk, elke dag van haar leven, door 2 verslaafde ouders. Kind en gezin mocht nooit binnen. OC&W wist van de verslavingen van de ouders. Ik heb het gerecht gevolgd. Ik heb ze allemaal de paraplu weten trekken. Er is in die 20 jaar te weinig veranderd. Men is Vlaams bezig met een meldcode. Men is bezig met de kindreflex. Er is iets of wat verbetering. Maar wat er niet bestaat in dit land rond onze kinderbescherming, is de regie. Iemand die zegt, dat is wat er moet gebeuren als je op iets stoot. Die moet het weten. We gaan eerst het kind redden. We gaan dan pas de problematiek van de ouders aanpakken. In plaats van elke keer te zeggen, we laten het kind zitten. We gaan met de ouders wat aan de slag. En we zullen wel zien of het werkt. Tot het te laat is. En daar moet eens een keer, als zo'n dossier gebeurt, zou de eerste reflex moeten zijn. Niet de schuldigen vinden. Hè, want de schuldigen zijn de daders, dat zijn de 2 ouders. Ik wil geen hulpverlener met een vinger gaan wijzen. Ik vind wel dat die oefening moet gemaakt worden om de gaten in het systeem. Want die hulpverleners zijn slachtoffers van het foute systeem waarin we blijven werken. Dat die gaten moeten gedetecteerd worden en dat we eindelijk die stappen moeten zetten om daar verbetering in te krijgen. Want ik hoor nu dat de burgemeester een dag gaat organiseren voor dit kind. Ja. Ik ga nu iets heel grof zeggen, hè. Dat is te laat. Dit kind is dood. Maar gaat die een dag ook zijn voor de duizenden kinderen in zijn stad die we niet zien? Of die we wel zien, maar waar we niks aan doen? Mevrouw Doornhuis. Zo'n dag organiseren, dat is zoals de dag van een Brussel zonder verkeer. Dat zijn zo van die
symboolzingen die niks uithalen. Maar ik schrik van dat cijfer 1 op 10, dat is verschrikkelijk. En inderdaad, ik begrijp dat mevrouw Van Peel het beu wordt van al 15 jaar hetzelfde te zeggen. En wat ontbreekt is inderdaad wat u terecht noemt een regie. Ja. Van hier is een meldpunt en dit gebeurt. En het eerste maar die zijn is... er wel, die meldpunten. Ja, er zijn meldpunten, maar niemand in het hulpverleningslandschap heeft... De regie. Dat moet aansluiten. Zegt, een meldpunt moet aansluiten. Dus je hebt hulpverleners en organisaties die beroepsgeheim inroepen bij het delen van informatie, bijvoorbeeld als politie dingen vragen. Je hebt hulpverlening die het niet doet. De hulpverlening schuift door naar de ene naar de andere. Als er geen plaats is, dan laten we het kind maar zitten. Niemand heeft de hoofdverantwoordelijkheid, de regie in handen, die zegt dat is hoe we met deze situaties vanaf nu omgaan. En dat doen we allemaal samen en niet allemaal apart. Maar nog dat even proberen, inderdaad. Want dus die jongen gaat naar school een paar maanden, leerkracht stelt vast, geen eten, zo zijn er nog meer kinderen natuurlijk, geen eten, blauwe plekken. Wat had zo iemand kunnen doen? Die had om te beginnen naar 1712 kunnen bellen om de situatie voor te leggen en in te schatten wat er kon gebeuren. Maar als je zo'n zaakje opmerkt, dan moet CLB eigenlijk in actie komen. 1712 is een meldpunt. Ja, is het meldpunt voor gewelddadige situaties. Dan moet het CLB gesprekken met de ouders gaan voeren. Als die ouders dat niet willen, dan is dat een rood alarm. Dan moet dat een vlag zijn. Dan moet je zelfs op termijn de politie aan de deur brengen. We weten natuurlijk niet wat er gebeurd is. Hè? Nee, maar ik heb het ook niet over deze zaak. Dus, maar dat is inderdaad wat mogelijk zou zijn. We weten niet wat er in deze zaak gedaan is. De 13 getuigen in mijn boek hebben allemaal een verhaal van mensen die op de hoogte waren wat er gebeurde bij hun thuis, van hulporganisaties die op de hoogte waren. Niemand heeft ooit iets gedaan. Waarom? En we zijn, dat is toch eens een verantwoordelijkheid die elke mens op zich moet beginnen nemen, omdat wij graag wegkijken als Vlamingen, omdat wij ons niet moeien met wat er tussen vier muren gebeurt, omdat wij denken dat alle ouders het uiteindelijk wel goed bedoelen, wat gewoon niet zo is. Ja. Omdat het gemakkelijk is om weg te kijken. Verantwoordelijkheid nemen naar een kind toe, en dat is nogthans broodnodig, daar moet je een beetje lef voor hebben. En ik wil hier een oproep doen aan elke kijker. Heb vanaf nu dat lef. Besef dat die kinderen rond je leven, dat die weerloos zijn, dat die zichzelf niet kunnen helpen en dat wij daar allemaal stuk voor stuk is, moeten we gaan beginnen een gigantische verantwoordelijkheid te hebben. En beter te veel dan te weinig? Tuurlijk. Te veel melden? Wat is er mis met een kind oppikken en dat benaderen, dat te zien? Te zien dat er iets scheelt, is te horen wat je kan doen, is te zien of je een uitweg mee kan zoeken, is te zien of je het kan bijstaan, is desnoods met de... zeker leerkrachten... Ja. Ik moet aan zo'n verhaal denken. Ik had toevallig een vergadering met Peter Adriaanses deze week. En hij vertelde mij dat een directeur hem had gezegd, na een uiteenzetting van hem, Peter, dat klopt, ik heb in mijn 30 jaar carrière zo ook 1 of 2 kinderen gehad. En Peter heeft toen geantwoord, dan heb je er 300 gemist. Ja. Wanneer gaan wij eens de sensibiliteit hebben voor wat er gebeurt met kinderen? Grotere gevoeligheid bij iedereen, ook bij een bij buurman. Bij iedereen, ja. En kijk niet weg. Durf 1712 bellen, durf een kind aanspreken. En als je zegt, wij Vlamingen kijken weg, daarmee ben ik niet akkoord, want het gebeurt overal. In Frankrijk zijn er ook van die gevallen geweest. In Engeland, waar ook niemand heeft ingegrepen. Maar we gaan een probleem. Proberen het in Vlaanderen beter te maken voor kinderen. Bijvoorbeeld de slag van... Wat wij wel in Vlaanderen heel typisch toch een beetje in achterlopen op andere landen, is altijd die ouder-kindband. Wat wij doen als wij een problematiek binnen een gezin zien, als we al naar het kind kijken, dan gaan wij ons eerst op die problematiek zitten. En we laten dat kind daar wat aan hangen ondertussen. Eigenlijk moet elke hulpverlener die in een gezin komt met kinderen waar geweld plaatsvindt, op eender welke manier of misbruik plaatsvindt, moet zich één vraag stellen. Is dit kind veilig? Is het antwoord nee? Dan moet het kind weg. Ja. En dan moet er daarna aan de problematiek gewerkt worden. En dan kan een kind pas terugkomen als het terug veilig is. En je gaat niet keer op keer afwachten tot het voor zoveelste keer geslagen of misbruikt wordt. Heb je meldingsplicht in deze? Bijvoorbeeld een buurman die vaststelt... Ja, eigenlijk kan je dit schuldig verzuim noemen. Maar het gaat mij ook niet over om hem nu te gaan viseren. Nee, we hebben maar gewoon voor elk van ons. Eigenlijk heb je een meldingsplicht. Maar in de hulporganisaties heb je natuurlijk ook zoiets als een beroepsgeheim, waar eigenlijk ook heel duidelijk in staat dat je bij acuut gevaar van kinderen zou moeten melden. Maar het wordt zo niet geïnterpreteerd. Het wordt zo niet. Het kan doorbroken worden, toch, als een kind in gevaar is. Het kan. Het kan, maar mensen doen het niet, omdat het... Ja, je moet wel lef hebben, hè, om die verantwoordelijkheid te durven nemen en om u uit te spreken en te zeggen van, daar moet iets gebeuren. Aha. Politiek, Dan heb je nog iets dat soms
mishandelde kindjes zelf schrik hebben van weggenomen te worden van hun ouders. Want het zijn de enige ouders die ze kennen. Maar het zijn wij die verantwoordelijk zijn. Ja, precies. Kinderen. Maar ik wil maar zeggen, dat komt er nog bij waarom je verantwoordelijkheid moet nemen. Waarom want kindjes kunnen ongelooflijk loyaal zijn tegen hun ouders. Maar vorige week, want we hebben het nu over deze... Vorige week is er een kindje van een paar weken oud in het ziekenhuis geslagen door haar, door haar vader, die met een enkel band thuis zat, omdat hij veroordeeld was voor het vorige kind dat hij had mishandeld. Waar zijn wij mee bezig? Waar zijn wij mee bezig? Ik pleit er al jaren voor dat je bij zware kindermishandels, die weinigen die tot het gerecht komen, dat is 0,5% van de daders. Hè. Als we die al hebben, je, weet wat, op het einde van, als die hun straf hebben uitgezeten, hè, dan zegt de rechter soms als maatregel, jij mag nooit meer met kinderen werken. Maar hij mag wel een nieuw gezin beginnen. Daar gaan wij niet kijken wat er gebeurt. Hij mag je wel met kinderen samen wonen. Wel verbiedt hen ook om nog met kinderen samen te wonen. Waarom wachten wij altijd zo af op het zoveelste gebeurtenis? Het is inderdaad... Ik voel het. En het siert u. Maar het is ook een strijd die u politiek hebt proberen te voeren. Hè? Ja. Is het ook een van uw frustraties? Waarom Tuurlijk. U stopt met de politiek? Een van de vele, absoluut. Pas op, voor mij ligt de verantwoordelijkheid in dit debat wel echt breed maatschappelijk bij iedereen. Zowel binnen gewoon buren als binnen omstanders, als binnen hulpverlening. Maar er had ook politiek meer kunnen gebeuren op dit vlak? Absoluut. Ik heb op een bepaald moment een werkgroep kinderbescherming gecreëerd achter de schermen weg van de media. Sorry, maar dat helpt soms. De voorzitter daarvan was Heidi De Pauw van Child Focus. Daar zaten alle experten in uit alle provincies, uit alle geledingen die samen naar een beter beleid wilden werken. Ik had daar politici ingestoken van alle partijen. Politici waar ik dacht in te kunnen vertrouwen dat ze constructief zouden samenwerken. En die werkgroep is uiteindelijk op politieke spelletjes gestrand. Er is niets van gekomen? Niets is veel gezegd. Er zijn een paar dingen achter de schermen van gekomen waar ik nooit de pluimen van op mijn hoed heb gestoken, omdat dat een deel was van waar de politiek van ging lopen. Het moest maar eens Van Peel zijn die daar een stem meer voor haalde. Dus ik heb daar nooit over gecommuniceerd. Maar uiteindelijk is de groep opgehouden te bestaan, omdat ik het de experten niet meer kon aandoen om maandelijks in zo'n politiek spelletje te moeten stappen. En daar ben ik zeker gigantisch kwaad over en gigantisch teleurgesteld over. Aha. Waar hebben we het hier nog over? Dit gaat over onze maatschappij van morgen. Dit gaat over weerloze kinderen die wij allemaal zouden moeten beschermen. Uh-huh. Als je daarover politiek speelt... Ja. Dan stopt u er liever mee. Maar gaat u na de politiek, volgend jaar is het voor u gedaan, geen nieuwe verkiezingen, gaat u verder met dit thema? Ja, maar dan op een andere manier? Wat ondanks mezelf zal ik dat vrees ik altijd doen. Omdat hebt ik kan u concrete dat ook plannen? Niet, nee, ik weet evenmin als u wat ik later ga doen binnen een jaar of wat ik... Ja, ik kan me niet voorstellen dat u dit thema zal loslaten. Nee, maar of het mag ik nog iets zeggen? Er is heel veel jaren geleden ooit een campagne geweest van Melden met affiches bemoeien met andermans zaken, verdomme, ook na zo'n geval. Ja. En toen kwam uit de sector van, we moeten daarmee oppassen. Ja. Die mensen zijn niet getraind om en dit en dat. En dat we was zo'n afschermende reactie. Ja. En ik zal er ook voor blijven streven, sowieso. Ja. Nog één vraag. Er is de zus van Raoul, ja. Oudere zus, die dit alles heeft meegemaakt. Ja, vind ik ook... Zij wordt nu opgevangen door familie in Duitsland. Ja, en wie volgt haar nu op? Dat was mijn eerste vraag. U vindt dat ook... Laat waar nu los, omdat ze de grens is overgegaan. Ik las trouwens... Maar het is wel bij de familie die alarm geslagen heeft. Ja, maar ik las in een interview, en dat vind ik ook heel erg geraakt, omdat het ook een terugkerend fenomeen is met een onkel, die voor de rest wellicht... Hey, pas op, een fijne man of een goede man zal zijn, ze zal zeker weten zitten. Maar hij zegt in dat interview, we vragen haar om niet te veel te vertellen, want het is voor ons ook moeilijk. Dat zeggen ze vaak tegen slachtoffers van kindermisbruik of kindermishandeling. Het is hard, vertel het niet. Dat is dat kindje haar realiteit. Als die haar nu op haar 11 jaar, als die nu niet geholpen wordt, psychologisch ook geholpen wordt, dat ze nog niet eens haar eigen realiteit mag vertellen, omdat wij het als volwassenen niet aankunnen. Je moet daar eens over doordenken. Ja. Wie zou haar moeten opvolgen? Ja, ik hoop dat er toch iemand zich verantwoordelijk voelt om eens uit te zoeken of die nodige hulp daar is nu voor dat meisje. Of... Allee, is een kind niet meer ons kind omdat het de grens is overgegaan? Absoluut niet. Ah, voilà. Ik hoop Dank het, je wel. Valérie Van Peel.